Hoe ziet het exterieur van de Opel Kombi eruit en welke mogelijkheden zijn er? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewers in Roden. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal? Van harte welkom. Op dit kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of een Opel model zoals deze. Nou, vergeet niet te abonneren te worden, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video dus uitleggen wat de verschillen zijn in het exterieur van de Opel Kombi. De Opel Kombi is namelijk in twee lengtes. Dan praten we over de lengte 1 en de lengte 2. De lengte 2 is 35 centimeter langer dan de lengte 1. En ook is die in verschillende uitvoeringen, de Edition en de Innovation. En hoe ziet dat eruit? Laat ik je nu zien. Nou, en hier staat de Opel Kombi. En zoals ik al zei, is dus in verschillende uitvoeringen leverbaar. Er zijn er eigenlijk drie. Het begint bij de Selection uitvoering. Daarnaast hebben we de Edition uitvoering. Dat is een model die hier staat. En hij is nog in luxe Innovation uitvoering. Nou, de Edition en de Innovation uitvoering zijn de modellen die eigenlijk het meest worden verkocht. En die zal ik ook laten zien in deze video. En dan begin ik bij de Edition uitvoering. Maar de Edition uitvoering is eigenlijk een model die eigenlijk al helemaal compleet is. Ten opzichte van het basismodel heeft hij ook de spiegels in de carrosseriekleur. En daarnaast zijn er ook verschillende mogelijkheden. Het model die we hier zien is een lengte 1 uitvoering. Zoals gezegd is dus een lengte 1 en een lengte 2. Qua hoogte is het in 1 hoogte. Nou, deze is achter voorzien van twee deuren. En doe ik hem wat dicht zijn. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om hier ramen te plaatsen. En zo wordt die standaard geleverd. Uiteraard is natuurlijk ook een mogelijkheid voor een vloer- of zijwandbekleding. En dat is natuurlijk geheel naar eigen wens. Vanaf de Edition uitvoering is hij ook voorzien van een schuifdeur aan de rechterkant. Nou, zoals ik al zei, is hij dus in twee lengtes. Hier zien we dus het lengte 1 en de lengte 2 die is 35 centimeter langer. De totale lengte van de lengte 1 is 4,40 meter en van de lengte 2 is 4,75 meter. Nou, aan de zijkant heeft hij ook nog beschermingsmateriaal hier aan de zijkant. En ook zijn de spiegels in de kleur meegespoten. En hier zien we de voorkant van de Opel Kombi Edition uitvoering. Het is eigenlijk ook het meest verkochte model van de Opel Kombi. We hebben ook een video gemaakt over het interieur van deze auto. Die zal ik hier bovenuit eigenlijk even linken. Zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. En hij is natuurlijk leverbaar met verschillende motoren. Er is één benzinemotor, een 1.2 turbomotor. En daarnaast is hij in dieselmotoren leverbaar. Dan praat je over een 1.5 dieselmotor met 75 pk of 102 of 131 pk. In die laatste 1.5 diesel met 131 pk is ook leverbaar met automaat. Nou, natuurlijk kun je de Kombi ook geheel naar eigen wens samenstellen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan sidebars die hieronder nog kunnen. Of natuurlijk een Imperial op het dak. Nou, en hier zien we ook de Kombi en dan de Innovation uitvoering. De Innovation uitvoering is dus een luxe uitvoering. Die herkennen ook hier aan deze zilverkleurige beschermstip aan de voorkant. En ook zijn alle bumpers ook in de kleur. En hetzelfde geldt hier voor deze side strips aan de zijkant. En ook voor de deurgrepen. Nou, ook de Innovation is leverbaar met de lengte 1 of de lengte 2 uitvoering. En dat zijn eigenlijk exact dezelfde afmetingen zoals net bij de Edition uitvoering. Het verschil is daarentegen dat hij voorzien is van 16 inch stalen velgen. Dat zijn niet deze, maar dit zijn de lichtmetalen variant. Maar standaard heeft hij dus de 16 inch stalen velgen met wieldop. En natuurlijk kun je ook kiezen voor dakreling, wat bij deze auto ook is bijbesteld. Nou, je ziet inderdaad de Innovation uitvoering is een erg luxe uitvoering. Met natuurlijk mooi de bumpers in de kleur van de carrosserie. En dat geeft natuurlijk een heel andere uitstraling. Nou, ik hoop hiermee je een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over de verschillen in het exterieur van de Opel Kombi. Nou, ook hebben we een video gemaakt over het interieur van de Opel Kombi. Ik zal hem boven uiteraard ook even linken, zodat je deze ook in alle rust kunt bekijken. Nou, heb je een specifieke vraag, je kan deze altijd mailen naar hendrik@liewersroden.nl of natuurlijk bij ons langskomen aan de Centuurbaan Noord 133 in Roden. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Daarin ook weer uitleg over een Opel systeem of een Opel model. En vergeet niet te abonneren te worden. Dat kost helemaal niks. En zo krijg je als allereerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Hele fijne dag nog. Tot volgende week.